In de tijd van de Grieken en de Romeinen zagen we het christendom ontstaan en uiteindelijk na heel veel vervolgingen zelfs de staatsgodsdienst van de Romeinen worden. In dit tijdvak gaan we kijken naar de verspreiding van het christendom in geheel Europa. Het gaat over het geloof, religie, dus het is vooral een cultureel iets, maar we zullen zien dat ook de politieke machthebbers met deze verspreiding van doen hebben. Maar voordat we daarna gaan kijken, eerst even een aantal belangrijke zaken op een rijtje en we beginnen bij de structuur van de katholieke kerk. Die katholieke kerk kent namelijk een sterk hiërarchische opbouw. En een hiërarchie wil zeggen dat er een heel duidelijke machtsstructuur is met iemand die heel veel te zeggen heeft en de mensen die daar weer onder vallen. Nou, de leider van de katholieke kerk is de paus. Hij wordt gezien als de opvolger van de apostel Petrus, dat was de eerste bisschop van Rome. En de paus die bepaalt het beleid en die beslist over geloofszaken. Onder de paus komen de zogenaamde bisschoppen. De katholieke wereld is opgedeeld in kerkelijke bestuursgebieden, bisdommen, en aan het hoofd van zo'n bisdom staat een bisschop. Deze is de baas over de geestelijken in dat gebied, de priesters in de parochiekerken. Ook ziet hij erop toe dat het geloof verspreid wordt en dat het gehandhaafd wordt. Die bisschop die zetelt in een stad, de kerk die daar stond, zijn kerk, dat wordt dan een kathedraal genoemd, en van daaruit ziet hij toe op het hele gebied. En onder die bisschoppen vind je dan weer de priesters van de verschillende parochies. Nou, deze mensen, die behoren allemaal tot de zogenaamde geestelijkheid. Het zijn allemaal geestelijken. En geestelijken zijn mensen met een officiële functie in de kerk. Zij hebben de macht over de gelovigen. Heel simpel gezegd, zij werken dus voor de kerk. Tegenover de geestelijken staan de wereldlijke macht. En dat is de macht van de keizers, van de koningen, van de edelen over hun volk. Deze macht die heeft dus vooral te maken met bestuur en rechtspraak, maar dus niets met het geloof. En dan was er een paus al aan het einde van de 5e eeuw, paus Gelasius, die de twee zwaardenleer formuleerde. Hij vond dat de geestelijke en de wereldlijke macht elk hun eigen gebied hadden waar ze overheersten. En dat moest ook zo blijven. De paus en de geestelijke die moesten zich bezighouden met het geloof, terwijl de vorsten zich bezig moesten houden met het bestuur en de rechtspraak. En ze moesten zich dus niet met elkaar gaan bemoeien als het hier om ging. Nou, die twee zwaardenleer is heel lang het uitgangspunt geweest van zowel de paus als van veel vorsten. Later zullen we nog gaan zien dat dat voor grote problemen gaat zorgen, maar nu eerst maar eens verder kijken naar die verspreiding van het christendom. Dat groeit heel sterk vanaf ongeveer het jaar 500. Eerst wordt het christendom eigenlijk een beetje teruggedrongen, zeker in West-Europa door die Germaanse volksverhuizingen, maar uiteindelijk zie je hier ook al op het kaartje dat het christelijk geloof zich steeds verder over Europa zal gaan verspreiden. Daar zijn een aantal redenen voor, een aantal oorzaken. De belangrijkste zet ik hier op een rijtje. De paus werkte heel nauw samen met de West-Europese vorsten en dat waren vaak Karolingers, die Frankische vorsten zoals Karel de Grote die je hier ziet. Daarnaast groeide de rijkdom van de kerk heel erg snel. En ben je rijk, dan heb je ook al heel snel heel veel invloed. En die organisatie van de kerk, die droeg ook heel erg bij aan de groei van het christendom in West-Europa. Nou, eerst eens even naar die samenwerking tussen de paus en de vorsten gaan kijken. Nou, wat gingen de pausen doen om het geloof te versterken? Zij stuurden er missionarissen op uit om heidense volkeren te kerstenen. Nou, er komen nogal wat woorden voorbij. Eerst even dat woordje heidens. Heidense volkeren zijn volkeren die dus niet christelijk waren. En als je in de ogen van iemand niet het juiste geloof hebt, dan ben je in de ogen van die persoon dus een heiden. Nou, maar dit waren dus volkeren die niet christelijk waren, in de ogen van de paus was dat niet goed, dus die moesten gekerstend worden, oftewel christelijk gemaakt worden. En daar stuurde de paus dus missionarissen voor door Europa. En missionarissen zijn geestelijken die erop uittrekken om mensen te bekeren tot het christendom. Dat begon vanuit Ierland en Engeland en het ging zo later door naar het vasteland van Europa. En die missionarissen trokken echt van gebied naar gebied en die probeerden meestal eerst de plaatselijke heerser en zijn edelen te dopen, te kerstenen dus. En de lokale bevolking volgde dan meestal het voorbeeld van hun heerser. Waarom deden ze dit? Nou ja, beide partijen die hadden voordeel van die bekeringen, want de katholieke kerk die won aan invloed door de toename van het aantal gelovigen en die kon een beroep doen op de koning voor militaire steun als dat nodig was, maar die koning andersom zag zijn heerschappij gesteund door een groeiende kerk en een goddelijke zegen. Maar die koningen zelf trokken er ook op uit hun volkeren te kerstenen. Als ze heidense volkeren versloegen, dan dwongen zij die volkeren om zich tot het christendom te bekeren. Karel de Grote was daar bijvoorbeeld heel erg fanatiek in. En zo verspreidde dat christendom zich langzamerhand over Europa.
Nou, die goede organisatie van de kerk, daar moeten we ook even bij stilstaan. We hebben het al gehad over die bisschoppen. Die hielden heel goed toezicht in hun gebied. Die hadden vaak ook heel veel overleg en nauwe contacten met de wereldlijke machthebbers in hun bisdom. En ja, dat zorgde ervoor dat die kerk echt een instituut werd waar mensen rekening mee hielden. En daarnaast zien we ook dat er steeds meer kloosters gesticht worden in de tijd van monniken en ridders. Wat is dat, een klooster? Nou, hier zie je een voorbeeldtekening van zo'n klooster. Dat is een plek waar monniken en nonnen zich terugtrekken uit de wereld om zich volledig aan het geloof te wijden. En sommige van die kloosters die groeiden razendsnel. Die werden heel erg rijk en die hadden heel veel grond in bezit. En die grote kloosters die kregen dan vaak ook een rol in dat hele feodale stelsel. En Karel de Grote ging die kloosters ook nog eens gebruiken om het onderwijs in zijn rijk te versterken. Hij stichtte een aantal kloosterscholen om het onderwijs te bevorderen. Dat lukte hem, er kwam echt weer een opleving van de cultuur en dat wordt ook wel de Karolingische Renaissance genoemd. Nou ja, het christendom groeide dus heel erg. Het klinkt bijna als één groot succesverhaal, maar er waren wel degelijk ook problemen voor het christendom. Zo drong het christendom pas echt na het jaar 1000 door bij het gewone volk. Veel mensen hadden zich al wel laten dopen, hadden zich dus bekeerd tot het christendom, maar ze bleven er toch allerlei heidense gebruiken op nahouden, zoals bijvoorbeeld het vereren van heilige bomen en dergelijke. Een tweede probleem voor dat christelijk West-Europa waren de invallen van verschillende volkeren, zoals de moslims, de vikingen en de Hongaren. Dat waren absoluut geen christenen en die namen nog wel eens christelijke gebieden in, of die vielen ze in ieder geval lastig. En als laatste zie je ook een grote scheiding binnen het christendom plaatsvinden, het zogenaamde schisma. Een scheiding dus. Het christendom raakt verdeeld in het Rooms-Katholieke geloof, met de paus in Rome aan het hoofd, het oranje gedeelte op het kaartje, en het Grieks-Orthodoxe geloof, het Byzantijnse geloof wordt dat ook wel genoemd in het Oost-Romeinse Rijk, waar de leider van Constantinopel, de hoofdstad van dat Oost-Romeinse Rijk, aan het hoofd stond.